Bij het affiche Jong FC Utrecht tegen Helmond Sport verwacht je op voorhand niet heel veel doelpunten. Jong FC Utrecht heeft al 5 wedstrijden op een rij niet gescoord. 5 wedstrijden op een rij verloren. Helmond Sport is de minst productieve ploeg in de KKD. Toch ontstaat er in Utrecht een aardige wedstrijd met kansen over en weer. Deze bal wordt overigens heerlijk gepakt door Mike Haverkotte. Het schot was van Mees Rijks. Mooi uit de lucht geplukt. Van Landschoot en Bastiaans combineren. Breedleggen van Van der Sluis. En dan een pegel van afstand. Die wordt tegengehouden door Rick Meijsen. In draaiende hoekschop van de Helmonders. En alles en iedereen gaat eigenlijk aan die bal voorbij. Zo blijft het 0-0. Gulacsi geeft de bal mee. Ikeshita. En daar is bijna de goal van Remco Balk. Uiteindelijk valt het doelpunt toch op aangeven van Balk door Mees Rijks. 1-0 voor Jong FC Utrecht. Eindelijk scoren ze weer eens een keer. De eerste redding van Haverkotte is nog prima. Maar daarna is hij kansloos op het inzet van Rijks. Ja, en dan moet Helmond Sport gaan scoren. Iets wat ze dus vrij moeilijk lukt. Daar waar het probleem ook ligt. Het scorend vermogen. Maar ja, hij valt wel. Luttele minuten na de 1-0 is het 1-1. Op aangeven van Van der Sluis is de kopbal van Thomas Beekman. Hij staat daar precies op de juiste plek. En Tijmen Nijhuis is geklopt. In de tweede helft. Utrecht weer in de aanval. Moussa Silla krijgt veel ruimte. Moussa Silla. En Silla loopt door en kan een uithalen. Redding weer van Haverkotte. Een van de betere spelers bij Helmond Sport. Verrijken. Van Landschoot. Van Landschoot. Redding van Nijhuis. Tegenaanval van Jong FC Utrecht. Rocco Robert. Schein de Est. Naar Silla. Silla bereikt het 16 meter gebied. Krijgt hem weer terug. Moussa Silla. Over veel schijven. En dan in de verre hoek raak geprikt door Rocco Robert Schein. Zijn eerste doelpunt voor Jong FC Utrecht. En dat betekent de voorsprong tegen Helmond Sport. En zo ontstaat er toch nog enigszins een doelpuntrijke wedstrijd. Tussen twee ploegen die dat maar lastig vinden om te scoren. Ongevaarlijke inzet. Wordt makkelijk gepakt door Haverkotte. Gulacsi. Ook hier moet Haverkotte weer handelend optreden. Willy Boesse voorziet wat problemen. Jong Utrecht is dicht bij de 3-1. Dichter bij de 3-1 dan Helmond Sport bij de 2-2. Hier weer zo'n poging van afstand van Silla. Redding opnieuw van Haverkotte die zijn ploeg echt in de race houdt. Malai. En weer Haverkotte. Een echte sta in de weg, zoals men dan zo mooi kan zeggen. Nu was de inzet van Balk. Helmond Sport krijgt dan kans op de gelijkmaker. En via de binnenkant van de paal lukt dat ook nog. Jelle Gooselink in de 72e minuut. Wellicht iets tegen de verhouding in. Maar ja, hij zit wel. Het vierde competitiedoelpunt dit seizoen van Gooselink. Ja, hier kan scheidsrechter Luc Thiemer niets anders dan een penalty geven. Haverkotte stond zo goed te keeper, maar gaat hier toch echt in de fout. Pakt de benen daar van de aanvaller. Bal op 11 meter. En Ayman Salouf staat klaar om het vonnis te vellen. 3-2 voor Jong FC Utrecht aan het einde van deze wedstrijd. 5 doelpunten zijn er. 5 meer dan van tevoren werd verwacht. Maar blijft het bij 5? Helmond Sport krijgt in de slotfase nog kansjes. Hier een mogelijkheid voor Gooselink. Redding van Nijhuis. Het levert nog een hoekschop op. Keeper mee naar voren. Haverkotte kan zijn fout goed maken. Uit de draai op de paal. Inzet van Bastiaans. Jong FC Utrecht wint met 3-2 van Helmond Sport. Een doelpuntrijke wedstrijd. En dat is voor beide ploegen wel eens anders geweest.